Hele goede dag alweer, beste mensen. Super tof dat jullie weer kijken weer bij deze nieuwe vlog. Sorry, ik klink behoorlijk verkouden. De laatste dagen heb ik het een beetje te bont gemaakt. Ook weer de verhuizing. Dus mijn weerstand is een beetje wat minder. Maar we gaan er nog een beetje een leuke dag nog van maken. Het is trouwens al wel tegen een uurtje of zes. Ik heb de hele dag niks gefilmd. Het kwam gewoon meer omdat ik gewoon te verkouden was. Ook toen ik te moe was om te gaan vloggen. Maar mijn tante en mijn oom zijn dus langs geweest. Dat kun je ook wel zien. Alle tas is weg. De kast is er hier. De lades die zijn hier. Dat kun je ook zo doen. Dan gaan we even door naar de muur hier. Zie je ook direct. Zo. Het schilderijtje achter is hier. Vlug dat de muur geverfd is. We lopen weer achter ook precies hetzelfde. Je ziet weinig tot geen vlekken meer. Dat is ook helemaal te top. Maar we gaan dus. Lopen we naar de woonkamer toe. Ik ga even wat eten maken, want ja, ik heb nog geen avondeten gehad. Dus wij pakken. Ja. Ik heb zin in van die kippenvleugeltjes. Dus dit kippenvleugeltje. Wat is wat. Ik heb het in. Keukenpapier gedaan. Moet ik voor de rest. Geen papier gehad. Ik ga dit keer lekker in olie bakken. Ik vind het heerlijk. Nou, ik ga wel wat in elkaar flatsen en ik zie jullie dus straks weer. Dat is een beetje rundvlees die ik nog over had. Met uiteraard een zaadse mayonaise. Ik wil nog zeer lekker verkouden. Dan heb ik hier nog een beetje de kip. Die bijna gaar is. Daarom durf ik ook champignon bij toe te voegen. Een beetje zo. Ik zal nog even meer olie bij toevoegen. Dat wordt het lekker smullen. Dus de kipvleugeltjes die zijn zo goed als. Ja, die zijn klaar. Ik heb hier de stokbrood met de smeersels is een beetje. Heb ik hier nog het varkensvlees. Maar die bak ik dan ergens straks krijgen, sorry op. Maar dan heb ik dat in ieder geval al weggewerkt. En dan ga ik dus verder kijken op Netflix. En eten. Nou, ik ben inmiddels al klaar met eten en eventueel sorry dat de vlog iets minder leuk is dan normaal. Ik had eigenlijk ook geen zin om deze vlog te maken. Ik zeg heel eerlijk, ik hoop dat ik me morgen een stuk beter voel. Het doet me nu alsof ik nu erger ziek word. Nou ja, het verkouden op zich, dat neus nu is wel wat minder. Alleen nu zit het bij mijn hoofd. Dus ik neem straks gewoon lekker even een paracetamol en dan... gaan we het gewoon lekker rustig aan doen. Dan ga ik zo eerst de vlog bewerken die jullie gisteren zagen. En dan ga ik daarna later deze avond. Dus ik ga de vlog redelijk vroeg afsluiten. Nou ja, redelijk vroeg. Het is alweer 9:10. Maar dan ga ik deze vlog denk ik rond een uurtje of 10:30 afsluiten. En dan ga ik direct weer deze vlog bewerken. Zodat ik dat morgen eventueel lekker niet hoef te doen. Maar ik zie jullie zo weer als ik weer iets heb te zeggen of wat dan ook. Het is denk ik ook wel bijna weer tijd om deze vlog weer af te sluiten. Ik ga zo nog even een broodje smeren. Met eventueel een paar borrelnootjes erbij. Gewoon even lekker relax. Ik ga er vanavond nog echt even een paracetamol even inslikken. En dan lekker in mijn nest liggen. Even kijken hoe ik me dan morgen voel. Ik ga morgen uiteraard wel weer vloggen. Ik heb de vlog van gisteren ook op tijd af. Het was een groot doel. Ik was er anderhalf tot twee uur bezig. Maar heb je wel wat. Ik ga hier dan wel de vlog bij afsluiten. Dus ik weet niet of jullie hebben genoten van deze vlog. Dus ja, vrienden die de dikke duim omhoog zetten, vrienden mijn kanaal te abonneren hier beneden. En hopelijk zie ik jou morgenmiddag om 3:00 uiteraard weer terug bij een nieuwe vlog. En dan zijn we zoals altijd. Laters.